Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb alleen Sam hier. Want Liam heb ik net naar school gebracht en Jordi. Maar het was even drama, hectisch en daar kon ik allemaal echt niet filmen. Dus wij zijn lekker samen. Ja, en dan gaan we even naar huis. Ja. En dan gaan we straks om 11:30 je grote broer weer ophalen. En dan vanmiddag Jordi. Ja. Dat is gezellig. Ja. Nou, ik ga naar huis rijden. Je hebt net fruitje gehad, schatje. Hij is een beetje snotterig. Je hebt net fruitje gehad, hè? Ja. En wat doen we na het fruitje? Even knuffelen, want dat kan nou, zonder bemoeienis. Jee. Dan heb je mama even voor jezelf. Nog ruim een uur. Jee. Iets langer. Schatje, ik hou van jou. Nu ga je zo even lekker dutje doen, hè? Ik heb nog allemaal fotolijstjes van die muur. En dan wil ik op, wacht, deze muur wil ik fotolijstjes maken. En deze muur. En dat blijft maar op me wachten en wachten en wachten. Ze kregen weer op mijn donder van Niels dat ik er nog niet aan begonnen was. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, ik probeer er vandaag dus wat van te maken. Omdat ik dingen ook aan het opruimen ben enzovoorts. Dus, daar ga ik nou aan beginnen. Kijken waar het schip strandt. Zorg ik dat dit hopelijk vanmiddag klaar is. En dan gaan we zien. Maar dan heb ik in ieder geval dat alvast klaar kan er opgehangen worden. En dan, in ieder geval, hè. Dadelijk ook Liam nog ophalen. Het is nu 10:55. Dus ik ga heel eventjes wat doen. En dan, als Liam slaapt, ga ik daar weer mee verder. Heel eventjes de boel al aangetrokken. Kap eroverheen, het regent. En hier heb ik even een vuilniszak overheen gedaan. En ik ga nou even Liam halen. Liam is weer thuis. Liam is weer thuis. En je hebt net een beetje croissantje gegeten, hè? Ga je zo nog een beetje croissantje eten? Hij had het leuk gehad, hè? Ja. Je hebt het leuk gehad, hè? Oh, niet op je hoofd slaan. Doet hij altijd. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, ik ga eventjes zorgen dat Liam zijn natje en zijn droogje heeft gehad. Dan ga ik zorgen dat Sam zijn natje en zijn droogje krijgt. En zorgen dat Liam lekker gaat slapen. Oké, Liam ligt in bed. Sam krijgt nu een fles. En ik heb vanochtend de chirurg gesproken. En volgende week hebben we een gesprek over het hoe en wat. Uit de biopte is niks bijzonders gekomen, afgezien dat het gewoon gezonde cellen waren. Dus dat is alleen maar positief. Wij zijn aan het praten geweest over een stoma met de chirurg en alles. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Wel is ze met een ander plan bezig en daar gaan we volgende week over verder babbelen. Dan gaan Niels en ik en Jordi en Sam naar het ziekenhuis toe. Liam die zit dan als het goed is op schooltje. Dus dan kunnen we in ieder geval babbelen erover. En zoals het er nu uitziet zullen we voorlopig met botox bezig blijven. Maar ja, hoe en wat en wanneer en daar gaan we allemaal bespreken. Wel heb ik gezegd, ik snap de keuze. Ik snap de reden. Maar dan ga ik allemaal later, als we het gesprek hebben gehad, ga ik hier duidelijkheid over geven. Maar ik heb wel gezegd, een keer is het genoeg. En het mannetje ondergaat al heel veel. Dus dat snapte ze ook. En ze zei ook van, ja, dat snap ik. Volgende week kan ik daar in ieder geval meer duidelijkheid over geven. Volgende week woensdag hebben we het gesprek. En dan zullen we er waarschijnlijk een aparte video over maken om meer uitleg te geven. Dus dat is op dit moment hoe dat de vork aan de steel zit.
Wij hebben Jordi opgehaald. Yay! En dan gaan we weer naar huis. Gaan we drinken? Ja? Je hebt dorst, hè? Jordi ook. En Liam ook. Ik heb stiekem hier een duimelotje. Niet erg, jongen. Mama heeft ook altijd geduimd. Wij eten vandaag burrito's. Die eten we. En ik was crème fraîche vergeten. Dus ik op Google kijken. Ja, wat kan ik dan als vervanger doen? En toen stond de kwark. Nou, laat ik dan net een huis hebben, want nu zit altijd nog eens kwark. Dus ik heb het hierin gemaakt. Het smaakt op zich best prima, moet ik zeggen. Ik ga even verder met mijn burrito's maken. Zorgen dat er de oven in kan. Zorgen dat iedereen hier te eten heeft. En dan, is het alweer avond. Trouwens, op die pakken, daar heb je altijd zo'n hele leuke recept staan, hè. Maar ik volg eigenlijk nooit het recept, want bij het gewone normale recept staat 500 gram kipfilet, 1 rode, 1 gele en 1 groene paprika, crème fraîche, geraspte kaas en olie. Nou, wat ik dus altijd al doe, is ik doe altijd courgette erin, mais en 1 paprika, rode paprika en champignons. Dat is eigenlijk altijd wat ik erin doe. Ik volg eigenlijk nooit het recept. Bovendien maak ik het meestal niet eens met kip. Ik maak het meestal met runderzaap. Dat vind ik lekkerder. Dus ja, dat is een beetje hoe ik het doe. Voor de rest spreek ik het recept natuurlijk voor zich. Denk ik dan. Maar zoals ik al ooit eerder heb gezegd, koken is je eigen fantasie volgen. En zolang je je eigen fantasie volgt en je het gewoon probeert, kan het altijd meevallen. Daarom vind ik koken ook zo, altijd zo leuk, want je kan je eigen fantasie erin kwijt. Nou heb ik in het verleden gevraagd dat ik kookvideo's wil gaan maken. Ga ik ook doen. Ik heb het alleen op dit moment een beetje te druk gehad. Ik probeer daar binnenkort video's voor te gaan maken. En dan 1 keer in de week een kookvideo eruit te knallen. Meer gaat gewoon echt niet lukken. Sam en Liam die liggen nu op bed. En ik ben nog even met Jordi aan het kroelen en aan het knuffelen. Ja. Mama, wat ben je aan het knuffelen? Mama, wat moet je knuffelen? Oh, nou heeft mama tijd voor jou om te knuffelen. Waar is mama? Een hele goede morgen. Je had straffen en toen ging je ineens sexy doen. Zal mama je even helpen om hem terug te doen? Kom hier. Zal ik je er weer uithalen? Ga je nou niet meer vervelen? Nee. Ja. 1, 2. Oké. Zo. Doei.
Dat is je broertje. Oeh, kijk uit. Gisteravond ben ik een poging gaan doen om hier de boel te doen. Maar het ging gewoon echt niet. Ik was zo moe. En ik had zoveel pijn overal. Ik heb nog zoveel pijn overal. Ik heb gewoon echt serieus heel veel pijn door mijn fibromyalgie. En omdat het zo vochtig is, dat trekt gewoon echt zwaar op mijn spieren. Liam? Liam? Nee. Nee! Nee! Je hebt speelgoed genoeg. Kom hier speelgoed kijken. Je gaat nou gewoon spelen. Maar ik heb daar gewoon echt heel veel pijn aan. Dus ik ben op een gegeven moment ook gewoon naar bed gegaan. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, deze dag is ten einde voor mij. Bovendien was het zo dat Jordi, die had ik in slaap gekregen. En die lag te slapen en tegen 11 uur hoorden we in één keer zijn trekpop. Ja, dat kan maar één ding betekenen. Dus meneer was weer wakker. En die moest dus weer in slaap. Oh, mensen. Ik doe mijn best op dit moment, maar even. Ik weet ook niet wat ik vlog. Ik weet ook niet of ik zin heb om veel te vloggen. En anders wordt het gewoon een rete korte vlog. Nog iets waar ik eigenlijk mee zat. Jordi die was gisteravond zwakker geworden en zo. En heel buikpijn. En luier gedaan en alles erop en eraan. En prima. Maar vanochtend werd hij wakker. En gisteravond zei ik al tegen Niels zijn buik is goed opgezet. Dus het heeft gewoon geen nut om bijvoorbeeld vandaag fysio te laten doorgaan. Zeg, hij heeft nou 3 dagen weer school gehad na zijn operatie. Hij is hartstikke moe. Zeg, en het kind heeft gewoon last. Dus het heeft geen nut. Dus ik heb de fysio afgezegd. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind dat hij fysio krijgt of wat dan ook. Het is goed voor hem dat hij fysio krijgt. Alleen te veel. Wanneer is iets te veel? Hij is 3 weken thuis geweest. En ja, je moet gewoon alles rustiger opbouwen natuurlijk. Ik kan niet alles in één keer voor hem zeggen dat hij nu weer alles moet doen. Om het even zo te zeggen. Dus ja, ik heb de fysio afgezegd. Maar ja, wanneer is iets te veel? Wanneer? Dus ik moet dan als moeder zijnde een keuze maken. Dat vind ik af en toe best lastig. Ja, vandaag gaan we in ieder geval helemaal niks doen. We gaan nergens heen. We gaan niks doen. We blijven thuis. En ik ga gewoon op mijn gemakje van alles doen hier. Ik lag nu heel even op de bank. Heel even mijn rug rust geven. Maar ja. Dan vraag ik me eigenlijk dan wel eens af. Wanneer is iets te veel? Natuurlijk, je moet je kind lezen. Maar dat is toch best af en toe heel lastig. In ieder geval, ik ga Jordi's luier even doen, want hij heeft weer gescheten. En dan... Ik ga gewoon mijn dingetjes doen. De kindjes hebben allemaal fruit gehad. Zijn nu een filmpje aan het kijken. Sam ligt in de box. En ik geef hem boterham eten. Ben je boos? Ben je boos? Dit aapje was net boos. Of ja, boos. Hij was me aan het slaan, dus ik waarschuw hem. Ik geef hem gewoon echt goed op zijn donder. Gewoon echt van, en nou is het afgelopen. Dus hij is allemaal boos aan doen en boos aan doen. Ik zeg op een gegeven moment, ik kijk hem aan. Ik zeg, jongen, dude. Ik ben een downie gewend. Ik ben 10 keer meer kracht gewend dan wat jij nou laat zien, hè. En hij kijkt me aan. En je ziet hem gewoon nadenken. En of hij me nou begrijpt of niet.
Op de een of andere manier zag je hem echt gewoon denken, shit, ze heeft ook nog gelijk ook. Toen hield hij ook op. Ik wilde van alles gaan doen. Ja. Heb ik het gedaan? Nope. Ik ben de hele tijd bezig geweest om Jordi rustig te krijgen. Die had buikpijn. En ja. Dan ben ik eigenlijk de hele tijd mee bezig geweest. En nou is Liam weer wakker. En Sam. Ik ben er gewoon kapot van, joh. Joef! Stop daarmee! Je hoeft niet in het gezicht te labberen de hele tijd. Maar ja, hè? Onze Liam is wakker. En hij zit lekker brandweerman Sam te kijken. En Sammy ook. Die zit in de loopwagen. Maar ik ben te lui nu om op te staan. Ja. Wat was daar lief, hè? Twee broertjes elkaar zo aandacht geven en dat Liam zo lief een koekje gaf. Het waren te koekjes. En Sam eet ook al gewoon mee met de pot. En het is niet zo dat hij zoveel binnen heeft gekregen daarvan. Maar ja, ik kan niet overal Liam voor op zijn donder geven dat hij dat nog niet mag hebben. Want ja, hè? Er komt een moment dat hij het wel mag. En dan krijg je het gezeik dat hij het niet meer wil doen. Dus ja, vandaag. Videoland. Tijd voor Peppa Pig. Die twee kleine boefjes die liggen al op bed. En Jordi krijgt nu de fles. We hebben Jordi net nog even geholpen. Dus ja, ik heb een hele hoop was weggevouwen en opgeruimd en gedaan. En ja, het is allemaal een drukte van je welste. Eerst maar zorgen dat hij in bed komt en dat hij gaat slapen. Daar kan nog wel eens een kluif voor, hè papa? Mm-hmm. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.